Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat in de komende weken met sectoren in gesprek over hoe je veilig kunt werken met gevaarlijke stoffen. Tijdens de eerste bijeenkomst die afgelopen maandag plaatsvond bij Rijnmond Bouw aan de Nieuwsticht stond de bouwsector centraal. Staatssecretaris Van Ark en vertegenwoordigers uit de bouwsector kregen een rondleiding door het Schiedamse opleidingsbedrijf dat jongeren met diverse achtergronden opleidt tot onder meer timmerman, tegelzetter of metselaar. Bij me staat staatssecretaris mevrouw Van Ark. U bezoekt vandaag Schiedam in het kader van een campagne over veilig werken. Ja, dat klopt. En wat ik hier heb gezien is echt een schoolvoorbeeld hoe je eigenlijk al in de opleidingsfase, als je mensen leert te werken in de bouw, heel veel aandacht besteedt aan veiligheid, want dat is echt cruciaal. U heeft een rondleiding gekregen door het bedrijf Rijnmond Bouw. Wat is uw indruk? Wat mijn indruk is dat het in ieder geval op heel veel manieren kan je in een onveilige situatie komen. En dus moet je echt gewoon leren hoe je dat inschat. Hè. We liepen net bijvoorbeeld in een huis waar allerlei scheve stijgers stonden en waar stenen op de vloer lagen. Planken met roestige spijkers. Ja, dan moet je dus goede werkschoenen aan hebben. Maar je moet ook erop letten dat je dus die plank opzij zet. Nou, die aandacht vanaf het begin van de opleiding, ja, dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld. Waarom is er nu een campagne vanuit het ministerie om aandacht te vragen voor het veilig werken? We willen graag dat iedereen die 's ochtends naar zijn werk gaat ook weer veilig thuis komt. En dat is op het moment zelf op de dag. Er zijn nog steeds veel ongelukken in de werksituatie. Zeker ook nu het drukker wordt, nu de economie aantrekt, vinden we het belangrijk dat we meer aandacht vragen voor veiligheid. En specifiek als het gaat om giftige stoffen, gevaarlijke stoffen, dan kennen we natuurlijk allemaal asbest. Maar ook bijvoorbeeld houtstof kan gevaarlijk zijn op langere termijn. Ik heb dat ook wel eens sluipmoordenaars genoemd. Zo'n 3000 mensen per jaar overlijden aan giftige stoffen die ze op het werk hebben opgelopen. Dus het is echt van belang om hier blijvend aandacht voor te vragen. Waarom is het van u ook belangrijk om te zien hoe het in de praktijk gaat bij bedrijven? Nou, je kan natuurlijk van achter je bureau heel veel stukken lezen en met heel veel mensen praten. Maar zien hoe het in de praktijk gaat, ook de dilemma's waar mensen tegenaan lopen. Zoals bijvoorbeeld de jongeren hier die vertelden, je wil soms snel een klus doen, maar het moet wel veilig. Ja, daar leer ik ook weer van wat in de praktijk werkt. En daar probeer ik ook met goede regels op te kunnen maken. Het Nederlands Veiligheidsinstituut, dat is geboren uit het Veiligheidsinstituut wat destijds in Amsterdam was. En daar kon je veiligheid beleven. Tegenwoordig is het vaak e-learning en dat soort zaken. Maar nee, je moet het beleven. Het is gewoon bekend dat dingen die je in de praktijk meemaakt en die eventueel nog een keer na kunt vertellen, ja, daar leer je het beste van. We zijn hier vandaag bij een bijeenkomst waarin veiligheid op het werk centraal staat. Hoe kun je nou zo veilig mogelijk aan je werk beginnen? Er zijn eigenlijk twee dingen voor. We beginnen met de LMRA, de laatste minuut risicoanalyse. Dat is voordat je gaat werken, dan stop je. En dat klinkt misschien gek, maar je stopt om te kijken of het werk wat jij gaat doen geen gevaar oplevert voor de mensen in je omgeving. Dus voor je, achter je, links, rechts, boven en onder. Op dat moment kun je dus ook zien waar anderen mee bezig zijn en of dat eventueel risico's oplevert voor jou. En ten tweede, de RI, risico-inventarisatie en evaluatie. Dat is ook heel belangrijk als organisatie om RI's te maken. Het is trouwens ook verplicht. En als je vanuit die RI gaat werken, dus niet opstellen en in de kast stoppen, nee, elke dag gebruiken, aanpassen. Dat zijn levende documentjes. Die twee dingen die zorgen ervoor en kost bijna niks om veilig te werken. Ja, meneer Knotter, een bijzondere dag denk ik voor het bedrijf als de staatssecretaris een bezoek komt brengen. Ja, het is altijd leuk als de staatssecretaris inderdaad een bezoek komt brengen, maar daar doen we het niet voor. We doen het voor de opleiding en voor de veiligheid van de jongens. En dat is het allerbelangrijkste wat er is. Campagnes vol lof, maar de veiligheid en gezondheid van de jongens staat er altijd voorop. Hoe probeert u als bedrijf een zo goed mogelijke en zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren? Nou, wij zijn een leerbedrijf natuurlijk. Wij leren de jongens tot timmerman, metselaar of tegelzetter. En daar beginnen we al bij de basis al. En als we het niet goed doen qua veiligheid, dan moeten we het helemaal niet doen. Kijk, als wij de basis al niet leggen voor de toekomst, dan kunnen we ook nooit verwachten dat we de leerlingen uiteindelijk in hun carrière, ook als volwassen mannen, het ook daadwerkelijk goed doen. Heb ik na 38 jaar bouw, heb ik nog meegemaakt dat we niet goed hebben gedaan. Ik heb daar ook gevolgen van. Niet zo rigoureuze gevolgen als dat er sommigen nu momenteel ten bloot gelegd worden. Maar ik heb ook een piep in mijn oren en dat soort zaken. En veiligheid is gewoon van essentieel belang. Je gaat gezond van huis en je moet gezond weer thuiskomen, is mijn motto. Want ik denk ook dat de eisen natuurlijk op dat gebied ook veel strenger zijn dan dat ze vroeger waren.
Uiteraard zijn die eisen veel strenger, omdat we ook nu veel meer weten natuurlijk over fijnstof, kwartstof en allerlei gevaarlijke stoffen die, waarvan we vroeger allemaal maar aannamen van dat zal wel goed zijn, want het zijn allemaal natuurbouwstoffen. Dan blijkt nu dus dat het uiteindelijk helemaal niet goed is voor ons en dat daar regels voor zijn is niet meer dan normaal. En ja, ik ben blij met een campagne daarin. Waar schuilt het gevaar in voor mensen die aan het werk gaan dat ze in een gevaarlijke situatie terecht kunnen komen? Automatisme, gemakzucht. En geen bewustwording. Gewoon zorgen dat, dat je bewust bezig bent met je vak. En ook dat je je collega's confronteert met die bewustwording. Gewoon, wij zien nu, wij hebben dus leerlingen van 12 jaar af, al sommigen. Tot 59 jaar is onze oudste. En wij zien nu al een trend dat de jongeren het de ouderen leren. En die bewustwording, daar zijn we continu mee bezig. Hameren dat het goed gebeurt. Anders doen we het niet. Eerst de veiligheid in orde en zorgen dat je gezond weer thuis kan komen en dan pas gaan we werken. En tuurlijk, op de bouw zal er een conflict situatie ontstaan, maar die mag nooit ten grondslag liggen dat de veiligheid en de gezondheid in geding is. Vanaf het begin af aan, de eerste moment dat ze weer binnenkomen, we kunnen het nu al zien. We hebben nu toevallig 7, 8 nieuwe leerlingen die vandaag voor het eerst zijn. En die zijn een toelatingsexamen aan het doen. En daarin wordt direct al vanaf de eerste dag, zonder dat ze hier nog in beeld zijn eigenlijk, daadwerkelijk. En definitief wordt er al de veiligheid en gezondheid in acht genomen. En ze krijgen aparte stoffen. We hebben allerlei klaslokalen waarin de films wordt gedaan. Peter Mols, mijn collega, die zei het al. Dat hij dus allerlei filmpjes heeft over hoe het niet moet. En dat willen we juist laten zien. Hoe het niet moet en hoe het wel zou moeten. En ik denk dat Rijnmond Bouw in dat opzicht een goed en veilig bedrijf is. Ik weet wel zeker dat Rijnmond Bouw een goed en veilig bedrijf is. Want wat ik al eerder zei, als wij het niet goed doen, dan kunnen we ook nooit verwachten dat die jongeren de toekomst van de ouderen, of de toekomst worden en het daar wel goed doen.